bent live aanwezig. Het is 2:15 in Amsterdam. Gaat de cocaïnewinkel zo open. En hier in beeld Linda met het geld. Een beetje zenuwachtig. En hier Monique, onze onderhandelaarster. Sst! Het gebruik van harddrugs is slecht voor de gezondheid. Dat lijkt mij duidelijk. Ook voor de omgeving van de gebruiker zijn er nadelen. Zo kan de gebruiker buitengewoon agressief worden. Daarnaast is natuurlijk ook de handel in harddrugs omgeven met gevaar. Volgens mij komen ze echt niet hoor. Blijf nou gewoon zitten met die camera. Dus komen ze haar echt wel. €200.000 coke. Yo way, tour. Hey, wat krijgen we nou? Gaan we nou nog onderhandelen? Beetje laat, hè? Moeten we nog wel even keuren? Ja. Ja. Wat was dat? Nee, het was een pistool! Kom er mee! Wat is dit? Ja, kom op nou, man! Wie is dit? Zo'n zak €20.000 waard is. 2 ton! Kut de kop, het is 2 ton waard. Echt waar? Ja, dan zijn we binnen, man. Dan hoeven we het filmpje niet eens op te sturen. Wauw. Hey, wat doe je nou? Probeer het toch? Eww. Voel je wat? Een whisky. Idealisme is uit. Leef het idealisme. Op Lowlands in Beddinghuizen op 9 augustus. Macarena! Macarena! Hé, Macarena! Dat is misschien wat zelf nog kunnen. Hallo, hoe zou dat nou toch kunnen? Volgens mij. De Macarena! Dansje! Hey meiden, wat zijn jullie druk? Tjert, je bent in beeld, Tjert. Hoe kwamen jullie in de camera, René? Wij hebben meegedaan aan een wedstrijd van een Amerikaans televisiestation. Je moest een idee insturen voor een zelfgemaakte documentaire. Lin, lees de brief van ons even voor. Oh, ja, lees de brief even voor. Wacht even, goed in beeld krijgen. Ja. That's why we liked your script for this documentary.
Therefore, you gained the use of this video camera to film your documentary and have the opportunity of winning $50,000. En wat was jullie idee? Drugs in Amsterdam. Je weet, Amerikanen zijn dol op verhalen over drugs. Ja, drugs scoort gewoon altijd en we willen ook iets meer laten zien. Ja, hallo. Ja? Oh, wacht, nee. Nou komt er geen geluid binnen. Mag ik u wat vragen? Ja. Wat vindt u van het Nederlandse drugsbeleid? Het zal wel in orde zijn. Ik ben niet van hier. Oh, oké. En u, wat vindt u ervan? Waarom dit van Amsterdam zijn? Oh, op die manier. Ah, gaan jullie vandaag naar een koffieshop of niet? Ja. Ja? Oh, koffieshop? Hey, ja, koffieshop. Ja, very good. Koffieshop. Super. Dankjewel. Hé, hey, staat u erop? Ja, hebben we. Mogen we wel iets vragen? Wat vindt u van drugs? Daar heb ik eigenlijk geen mening over. Ik hou dat lekker bij bier. Een lekkere stout gaat er altijd wel in. Of een Belgisch biertje, een Duvel, of een Palmpje, of een Kwak, of een Lusjof, of een... Drugs heb je helemaal niet nodig, man. Je kan gewoon toch ook vanuit jezelf blij zijn. We moeten wel spicy antwoorden krijgen, hoor. Ik bedoel, zo winnen we die $5,000 nooit. Nee. Hebben jullie wel eens drugs gebruikt? Als we naar een rave party gaan, ja. Ja. Dan roken we wel eens een sticky. Ja, heel goed. Ja, okay. Zij heeft altijd wel bij, hoor. Ja? Kom maar. Wauw. Oké. Dat begint ergens dus op te lijken. Ik weet trouwens ook nog wel een dokter die hierop kan reageren. Ja? Ja. Ja, is vast. Ik ga blijven bellen. Als het nou eens een junk was. Mag jij iets vragen? Wat vind je van het Nederlands drugsbeleid? Hoe vaak ja, wat gebruik je per dag? Hey, wacht even. Wat gebruik je, man? Jezus, dat kan niet maken, man. Jawel, man. Ja, luister, hey, als je spicy antwoorden wil, moet je ook spicy vragen. Ja, het was echt stoer, man. Het is echt spannend. Ik hoop dat die dokter voor jou ook nog iets interessants heeft. Ja, nou, in ieder geval genuanceerder. Hallo? Weet je wat ik zit te denken? Wat? Zelfkooksporen. Hé? Ja. Ja? Ik weet volgens mij nog wel iemand, hè? Die wat kan regelen. Echt een normaal, ja. Ja? Dat nee, dat gaan we cool doen. Zijn. Kom op. Ja. U bent live aanwezig. Het is 2:15. In Amsterdam gaat de cocaïnewinkel zo open. En hier in beeld. Het gebruik van harddrugs is slecht voor de gezondheid. Dat lijkt mij duidelijk. Ook voor de omgeving van de gebruiker zijn er nadelen. Zo kan de gebruiker buitengewoon agressief worden. En kunnen zijn of haar seksuele driften de pan uitrijden. Open de deur. Ja. Oké, die linker. Hé, laat me los, pak. Gaat het, jongen? Je zit haar op, kom eens op, man. Je bent niet. Shit. Top 3.
1412. Er zijn schoten gehoord op de Van Beurstraat. Hallo, hier wagen 1412. Daar komen we net vandaan. Oké, okay, ga naar het PD en wacht op de chef. De commissaris wil er zelf bij aanwezig zijn. Ik herhaal, wacht op de commissaris. Is er wat aan de hand? Nee. Er stopt een politieauto, maar er stapt niemand uit. Waarom moeten we eigenlijk altijd op de commissaris wachten? Wat wil je nou? Wie wonen er nog meer in het huis? Alleen... Niemand. Hey. Ze stappen wel uit. Ze komen hier niet. Oh, daar dachten we ze wel op. No problem. Weet je deze vuur wel, hè? Hou je kop, Katja. Misschien is er wel wat gebeurd. Ach. Kut! Misschien is het nu tijd je wapen op de vloer te leggen. Nou niet even wachten op mij? Wat krijg je nou door van die centrale? Spijt me, commissaris. Je kan het wapentuig even laten zakken. Ik ben precies overal op tijd. Jullie hebben er wel een rommeltje van gemaakt, hè? Daar konden wij niks aan doen, hoor, commissaris. Ik kan in deze zaak absoluut geen getuigen gebruiken. Dirk, kan je... Around. Unbelievable, man. They're from Germany. That's from Holland. Hey, Macarena!